Heerlijk en puur eten. Daar gaat het om bij restaurant Ziltezoen. De gasten vinden er een internationale menukaart. En alles staat in het teken van duurzaamheid, fair trade en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ziltezoen heeft 3 filialen zoals bekend. Berg aan Zee, Schorrel en Egmond aan Zee. Egmond aan Zee is 7 jaar geleden opgestart. 3,5 jaar geleden Berg aan Zee en sinds een dik 7-8 maanden hebben wij in Schorrel een derde vestiging geopend. Het uitbreiden van de organisatie met een derde restaurant in deze lastige economische tijd, dat getuigt wel van ondernemerszin. We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar vestigingen die bij ons passen. Wij maken een lijstje van een 20-tal punten waar een vestiging dan voor een 75% aan moet voldoen. En Schorrel zat boven die 75%. Het nieuwe restaurant in Schorrel aan de voet van het Klimduin is een ideale plek om met het gezin te komen lunchen of dineren. Het is er gezellig en ingericht in de herkenbare Ziltezoenstijl. Een deel van de ingrediënten komen van het eigen landje in de buurt. Maar er is meer. Streekgerechten zijn bijvoorbeeld, op het moment dat staat op de kaart Beemse kaas. Er staat op de kaart Wieringenweide rund. Er staat geitenkaas van de Klompenhoef op. Ook deze oesterzwammen komen uit de regio. De koffieprut van de restaurants wordt verzameld. Die worden in zakken gedaan en er worden sporen van oesterzwammen in uitgezet met een klein beetje gips als ik het goed heb. En dat groeit onder een bepaalde temperatuur, groeien dan die oesterzwammen uit die koffieprut. De Ziltezoen bewijst dat als je duurzaamheid op de kaart zet en dit combineert met gastvrijheid en uitstekende gerechten, je ook kunt rekenen op een duurzame en dus terugkerende stroom bezoekers.